maar dat lijkt net een pluk haar of zo. Ik ben Marije en welkom bij een nieuwe aflevering van Dat Kan Toch Niet Vegan. Vandaag gaan we... Kan je even daarmee stoppen en gewoon helpen met de camera alsjeblieft? En boter, jij ook rustig. Nou, zoals ik al probeerde te zeggen, gaan we vandaag dus bacon maken van cassave. Cassave. Is dit schimmel? Dat had ik niet gezien. Oké, deze gaan we even goed pellen eerst. Ja, bacon van cassave, het is me wat. Ik ben heel erg benieuwd. We beginnen met schillen. Het grappige aan cassave, is dat hij echt het hele jaar door te oogsten is. En ja. Maar dat hij ook echt fucking giftig is als je er niks mee doet. Ik had vorige keer al het idee dat je me probeerde te vergiftigen. Wat ook leuk is om te weten, is dat er thans, mooi woord is dat thans, dat gebruiken we te weinig. Thans er nog steeds hele bevolkingsgroepen zijn die echt voornamelijk hierop leven. Dus hedendaags bedoel ik daarmee. Het lijkt me vooral geschikt om seksbeeldjes van te maken. Nou, ik heb iets gelezen over dat Indianen wel eens hun speer invreven met cassave omdat het zo giftig is. Dus ik weet niet of je dit nou in je punani moet gaan stoppen. En dit gaan we mensen thuis laten doen. Is dat verantwoord? Ik hoop het. Oké, even opruimen. Mocht je trouwens denken, Marije, wat sta je er stralend bij in zo'n heftige outfit voor iemand die gewoon iets gaat koken. Weet je, ik heb ook gewoon al 2 weken of 3 weken een joggingbroek aan. Ik wil ook wel eens wat anders. Dat is het gewoon. Ik dacht, dan ga ik het... Hey, cassave. Ik dacht, nou ga ik het gebruiken, ook deze gelegenheid, om me even weer mens te voelen. Oké, ik heb hier een nieuw schilding. Waarmee je denk ik dus hele brede plakken kan maken, want dat willen we. We willen brede bacon strips hebben. Nou, dit gaat echt top dus. Kunnen we hieruit opmaken dat dit wederom de eerste keer is dat je dit maakt? Dit kunnen wij zeker, ja. Oké, ik pak wat keukenrol en een bord. Daar bedek ik het bord mee. En dan kunnen daar de bacon strips op, omdat ze dan een beetje hun vocht kunnen verliezen. Kijk, dit zijn de strips die we nodig hebben. Dit is toch een prachtig mooi bacon strippie. Als je even vooruit denkt in de tijd. Boter! Many months later. Oké, nou dat was echt een behoorlijke klote klus. We zijn zelfs een mes verloren in de strijd. En blijkbaar ook een vinger. Maar dat is toch niet vegan? Dit klopt. Hier heb ik dus mijn bacon strips, als het ware, tussen de keukenpapier om een beetje uit te lekken. En dit heb ik over, maar daar kun je allemaal lekkere dingen mee maken. Want in feite is een cassave een soort van aardappelachtig iets. En kun je hier bijvoorbeeld patat van maken. Gewoon snijden en dan in de airfryer ofzo, denk ik. Ik moet er even uitzoeken. Google het. We gaan dit eerst even opruimen. Safety first, people. Oké, dit droogt. En ondertussen ga ik de bacon sauce smoky goodness maken. Hoort dat dansje erbij? Dansje hoort erbij, ja. Is verplicht. Anders smaakt het niet zo lekker.
Oké, ik moet even spieken hoor. Maar ik heb het recept allemaal in cups staan. Dat zijn deze dingen. Het is Amerikaanse maatgeving. Maatgeving? En ik weet dus niet wat het in grammen is. Dus dat moet je zelf even berekenen. Want daar heb ik geen tijd voor. Sorry. Even kijken. Een derde cup sojasaus. Hoge sojasaus. Ik heb altijd die met minder zout, want dat is beter voor je. 2 tablespoons of sesame oil, sesamolie. Even kijken, tablespoons, dat is deze. Oh, dit ruikt zo lekker. 1 tablespoon maple syrup. En nu komt het spannende ingrediënt, namelijk liquid smoke. Je kan het sowieso online bestellen en vast wel op meer plekken kopen. Toko's of zo. I don't know. Tada! 1 tablespoon. Oh. Iets meer dan een tablespoon. Teaspoon. Dan 2 tablespoons yeast. Dat is dus edelgistvlokken. Dat kun je zelfs tegenwoordig bij de Albert Heijn kopen. Oh, dit is zo vies en plakkerig. Ik ga eerst even met mijn handen door het haar. En daarna, als lekker alle sesamolie in mijn haar zit, ga ik mijn handen nog even wassen. I'm smart like that. Ten slotte, naar smaak, wat knoflookpoeder. Dan een klein beetje zout, denk ik. Denk je? Heb je dat niet opgeschreven? Jawel. Paprikapoeder, gerookt bijvoorbeeld, voor die extra bacon flavor. Nou, en dan hebben we dus een super lekker smoky mengsel. Kun je even een close-upje maken? Oké, dit gaan we heel even proeven. Want dit is tenslotte ook de smaak die uiteindelijk soort van aan de bacon komt. Het is wel lekker, maar ik vind hem iets te soja-ig. Dus ik ga toch nog een heel klein beetje maple syrup erbij doen. Nu begint het freestylen. Hè? Dit is altijd waar het recept sowieso de mist in gaat bij mij. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik kan hartstikke goed freestylen. Oh baby. Ik vind het interessant. Dit is toch ook gewoon veel beter dan al die... Dit is toch ook gewoon veel beter dan al die kookshows waar ze al helemaal precies weten hoe al... Dit is toch... Gaat dat? Dit is toch ook gewoon veel beter dan al die kookshows waar ze al precies weten hoe alles moet. Daar is toch ook niks aan? Nee, stel je voor dat je iets leert. Nou zeg. Ik moet zeggen, bacon is wel echt een van de dingen die ik... heel erg mis, omdat ik geen vlees eet. Ik vind bacon gewoon echt zo lekker. En het is heel moeilijk na te maken. Al vind ik wel, er zijn nu tegenwoordig best wel wat vegan bacon... van die reepjes of blokjes. Gewoon in de supermarkt te koop. En die zijn eigenlijk echt al best wel goed. Dat vind ik echt wel al... Ja... Ben ik wel een heel gelukkig meisje ermee. Maar je hebt niet van die echt strips zoals we nu aan het maken zijn. Die je bijvoorbeeld lekker in de pannenkoek of zo kan verwerken. Dus, grote hoop dat dit dat is. Grote hoop. Ben ik een Indiaan of zo? Nou, dit is het nu geworden. En dat gaan we even 20 minuutjes wegzetten. We gaan weer verder en de strips zijn lekker gemarineerd nu. Dus die zijn helemaal juicy. We gaan ze op 2 manieren klaarmaken. In de oven, op een baking sheet bakpapier en in de koekenpan. Met een heel klein beetje olie. Ik ben gewoon zo snel dat ik dat al helemaal heb voorbereid. Nou, en nu gaat er een heel vies klusje komen. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Medium heat zou ik zeggen.
Oké, okay. Are you ready? Oh, dit klinkt al echt heerlijk, hè, jongens. Even kort bakken en dan omdraaien. Ik weet niet wat dit is. Gadver, dat lijkt net een pluk haar of zo. Is het dat niet? Nee. Hoop ik. Oké, ik ga ze omdraaien. Ik zit echt bijna met mijn snol in die pan. Verder ben ik niet nieuwsgierig hoor. Ja, ik denk toch dat dit moet krokanter, want we willen krokante bacon. Dus ik ga hem toch nog weer iets hoger zetten. Oh, ze verbranden alleen wel een beetje. Ik ga het toch weer lager doen. Is dit koken met Quasimodo? Super sexy bedoel je? Ze zijn een beetje aangebrand, dus ik ga gewoon nog even een batch maken terwijl die andere in de oven staan. Het is best wel grappig dat er zit echt een krokant stuk aan, want hij is gewoon een beetje aangebrand. Maar er zit ook wel een beetje dat chewy in, wat bacon ook heeft. We doen die in de oven, doen we eventjes omdraaien. Daarvoor doe je een altijd veel te ranzige handschoen aan, ovenband. En, Oké. Ja, die moeten nog wel even. Oké, ik ga het even afmaken en dan doen we de final test en conclusie. Goed, mensen, fijn dat jullie er nog steeds zijn. Ik heb twee versies. Dit is de versie uit de oven. Dit is de eerste versie uit de pan. Dit is de tweede versie uit de pan die iets minder hard zijn gebakken. Looks-wise vind ik deze uit de pan er echt beter uitzien. Maar nu natuurlijk de grote test. Ah, meteen een stukje keukenrol mee. Dat is ook altijd... dat levert extra smaak op. Keukenrol is ook vegan, toch? Inderdaad. Oké, ik hou nog even spannend, Open versie. Oh, neusje. Die is een beetje te hard gebakken. Ja, dit is gewoon alsof je een stuk plastic zit te eten of zo, met smaak. Eigenlijk gewoon jouw soort koken dus. Mijn soort kook? Kijk, het voordeel is natuurlijk wel dat er voor deze bacon... geen verdrietige varkentjes nodig zijn. Dat is top. Ja, maar dan heeft die familie van die arme kazaven niks aan. Oké, wil jij anders even proeven voor mijn nuchtere Nederlander test? Moet dat? Kom maar. Wacht, ik ga wel even filmen. De nuchtere Nederlander test. Really? Ben ik nou weer het slachtoffer van jouw stomme experiment? Oké. Ja. Kijk, het is geen bacon, maar ik kan niet zeggen dat het helemaal shit is. Ik bedoel, het kan best wel de rol van bacon vervullen in een gerecht. In een pannenkoek of in een salade of zo, weet ik veel. Maar op deze manier eten word ik niet bepaald van. Weet je, geef mij die camera maar weer. Rond jij het af. Oké, nou, ik ben best wel blij hiermee. Ik vind het echt wel gewoon heel erg lekker. Het is niet per se bacon, maar het is echt heel smaakvol. En je kan het volgens mij prima in bepaalde gerechten gebruiken. Dus ik zeg, probeer het thuis. Bedankt voor het kijken. En als je nog suggesties hebt, laat het me even weten in de comments. En zie ik je volgende keer weer. Doei! Hallo. Niet exact de smaak van bacon, maar verder is het bacon. Dat vind ik wel vet. Dat is lekker.